Als je nou met kinderen de klettersteig wil gaan doen, dan moet je er goed op letten dat ze zelfstandig de klettersteig-set kunnen bedienen. Vanaf 8 jaar gaat het vaak heel goed, dat ze goed begrijpen hoe dat werkt. En vervolgens is het belangrijk dat je ook nog additioneel verzekert met een touw. Eigenlijk alle kinderen die onder de 40 kilo wegen, zeker je met een touw. En dat is om twee redenen. Eén, zijn ze vaak nog te jong en wil je zeker zijn dat ze vastzitten. En de tweede reden is dat de shockabsorber pas werkt vanaf 40 kilo. Althans, fatsoenlijk goed werkt. Dus het is echt heel leuk om dat samen met kinderen te doen. Alleen het is ook heel erg belangrijk dat het vooral plezierig is, dat het leuk is, fun. Dat betekent dus dat als je een traverse maakt, dat je dicht op elkaar blijft, dat je een beetje coacht. Dat je ook kunt zien dat alles goed gaat, zeker in het begin, bij de start van de klettersteig. En op een gegeven moment, als het bijvoorbeeld verticaal omhoog gaat, dan klim jij eerst een stukje. En vervolgens kun je zekeren met een reverso bijvoorbeeld. Zoals je ook doet bij rotsklimmen. Dus je moet zeker kennis van zaken hebben als je gaat klettersteigen met kinderen. Belangrijk is dat je inderdaad een klettersteigset hebt die genormeerd is voor 40 tot 120 kilo. En niet een klettersteig voor volwassenen vanaf 50 kilo, zoals deze nog met de oude normering. Je hebt klettersteig speciaal ingericht voor kinderen. Dat is ook extra handig, want daar hebben ze bijvoorbeeld ook zeker punten gemaakt. Van die varkenstaartjes waar je heel makkelijk het touw doorheen kan laten. Dus op die manier werkt het allemaal veel vloeiender. En heb je ook wat minder stress, omdat je denkt van ja, ik moet opschieten, want er zijn nog meer mensen in de klettersteig, die willen me voorbij. Het moet vooral ook met kinderen zo zijn dat jij op je gemak bent. En als je toch een lange klettersteig doet, kies dan een klettersteig uit waarbij je weet dat er ontsnappingsmogelijkheden zijn.